Hoe heet een inwoner van de Bahamas? Bahamar? We zijn hier in Sint-Niklaas. Woe! Wie heeft er zin om 20 euro te verdienen? Ik. Oké, stel je even voor in twee woorden. Ik ben Bruce. Ik ben Kalunji. Ik ben Ibrahim. Jullie hebben net alle drie fout geantwoord. Ah, je zal voorstellen. Oh ja! Leuk. Nee. En loyaal. Twee woorden! Heb jij twee woorden gebruikt? Ja, toch? Ah, ik zei en erbij! Ah ja! Hoe heet een inwoner van de Bahamas? Wat is dat? Rustig, tranquil. Maar mag ik weten? Bahamanier. Bahamanier? Ja, Zuid-Amerikaan. Die woont in Zuid. Bahama ligt in Zuid-Amerika, ja, dat is Zuid-Amerikaan. Hoe heet een inwoner van de Bahamas? Bahamar? Bahamar? Nee. Bahamar? Is dat handig? Bahanier. Bahanier. Baganer. Oh ja! Dat is fout. Bahamees. Welke stad? Bahama toch? Oh, Bahamees. Wat Bahama? Ja? Nee. Bahamir. Maar dat klopt niet, dat bestaat. Klopt dat, Bahamir? Bahamar. Dat was mooi gezegd, ja. Nee, dat niet. Bahamarian. Oké. Inwoner van Montenegro, noemen wij een? Montegriaan. What, yo? Astrol. Van Montenegro noemen wij een? Montenegro. Montenegro. Nee, is niet waar. Jawel? Nee. Jawel? Nee. Jawel? Ja! Met welke munteenheid betalen ze in Engeland? Pond. Woe! Pond. In Engeland, met wat betalen ze daar? Dollar. Yeah! De hoofdstad van Australië is... Wacht, hè. Jij weet dat. Chapati of zoiets. Wat blieft? Chapati of zoiets. Chapati. Ja, maar... Oké. Chapati. Van Australië, toch? Van Australië. Chapati, dacht ik. Chapati, hè? Ja, man. Chapati. Ja. Chapati. Ja, man. Chapati. Chapati, toch? De hoofdstad van Australië is... Sydney. Sydney. Woo! Yes! Yeah! Woo! Hoofdstad van Australië. Canada. Woo! Weet je dat? Nee, licht. Wat? Canada. Huh? Oh, wacht. Australië, hoofdstad, Canada. Nee. Canada? Ja. Is Canada zelf een land? Volgens hem wel, ja dus. Oké, de hoofdstad van Portugal. Portugal. Istanbul. Istanbul! Nee, dat is niet. De hoofdstad van Marokko? Marrakesh. Voor u, hoofdstad van Australië is? Hey joh. Wat is het? New Valley ofzo? Sydney. Wat zei die? Sydney. Geen Sydney. No. Welke taal spreken ze in Chili?
Allee, de belangrijkste taal. Ze spreken veel taal, maar de belangrijkste taal. Je vraagt moeilijke vragen, man. Chileens. Braziliaans. En welke taal spreken ze in Brazilië? Nee, dat is niet waar, Portugees. Dus in Brazilië spreken ze Portugees en in Chili spreken ze Portugees. Braziliaans. Nee, Portugees. In Chili. Hell no. Welke taal spreken ze in Brazilië? Portugees. Braziliaans of Spaans? Spaans. Portugees. Portugees. Ja, Portugees. Oké, jullie weten dat. Dat is slim. Maar, welke taal in Chili? Chili. Ik ben weg. Hoe zeg je dat? Mexicaans of zo? Nee, Chili. Nee, geen Chiliëns. Mexicaans of Chili. Spaans. Welke taal spreken ze in Chili? Spaans. Chiliaans. Chili. Yeah! Ja? Ja! Is dat juist? Hoe klinkt Chiliaans volgens u? Ik weet nog. Nee, kom maar. Hasta la vista of zo, denk ik. Hasta la vista! Ja. Hasta luego! Hasta luego! Ja. Welke taal spreken ze in Brazilië? Braziliaans. Braziliaans. Spaans. Spaans. Sorry. Braziliaans. Nee, Spaans. De koning van België. Oké. Philippe de Tweede. Philippe de Tweede. Deze vraag heb ik gesteld, dus als je mijn video's hebt gezien, dan ga ik deze zo weten. Oké? Luister goed. Hoeveel kanten heeft een dobbelsteen? Een dobbelsteen heeft 6 kanten. Deze man! Gaan we naar Emmanuel met jouw 12 zijden. Je hebt 3 witte kasten, ja? Ja. Welke kleur heeft de linkse? Wit. Middelste? Wit. En rechtse? Wit. Een koe drinkt? Melk. Yeah! Druk water! Oké! 7 x 8 is? 7 x 8. 54. Nee! 64. 7 x 8. Hola! Like en abonneer zeker op zijn kanaal, want hij is echt een strijder. Heb je het gezegd? Mensen, ik blijf met mijn woorden vissen adem, maar hij komt dus niet haat, alsjeblieft. Volg me op Insta, Ryan, laagstreepje, Shema. Essen naar mijn drijfjes van de OVP. Essen naar Aya, strijderin.